Niet meer op internet, ja. En die nam gisteravond op zijn eigen account. Zit daar bij haar dat ze kijkt, ik zat... Hey, en jij wel? Ja, dit doe ik wel. Dat is Hans Luitendijk. Ik ben medewerker hier en Hans is eigenlijk beheerder van de grote baas. Van harte welkom. Ik heb begrepen dat jullie een club zijn van bliksemdetectie. Jullie gaan achter bliksem jagen en dat soort dingen. Dat is dat zo. Ik zei net al, ik kreeg gistermiddag van Arnhem naar Zwolle, waar ik woon. Op de Veluwe was een daverkom binnen. Een enorme bliksemschiet schiet vlak naast mij zo te dachten. Dat is fantastisch. Maar als ik had geweten dat jullie hier echt bliksemlaag waren, had ik nog een paar mooie bliksemfoto's meegenomen. En zelf ook een leer. Je mag ze ook naar de site sturen, die komen daar ook. Wat zeg je? Je mag ze ook naar de bliksemdetectie sturen, hè? Dan kan het worden ook op de site. Oh, ja, nou ja, goed. Ja, zijn ja. Er de namen mogen onder? Of gewoon aanmelden, hè? Kan je ze zelf posten. Gewoon even aanmelden. Van huis uit? Ja, kan. Ja, okay. Nou ja, oké. Okay. Ja, oké, okay. Ja, ik zal het. Nee, ik ben zelf ook weer van Justin. Ik heb ook wel eens cursussen weer kunnen van mijn vereniging. Ik ben zelf lid van een weer- en sterrenkundevereniging, Thalers heet die in Zwolle. Daar zit ik al een tiental jaren in, ook in bestuur. Ja, ik geef allerlei cursussen op het gebied van sterrenkunde, dus zoals gezegd op het gebied van weerkunde. Ik ben zelf ook een luchtsportenthousiasteling, verder zweefvliegen gedaan. Heel veel aan ballonvaren gedaan, 30 jaar lang. Dus ik weet van iets. Het is een zeer frustrerende sport, ballonvaren en zweefvliegen. Ik ben ook nog een keer afhankelijk. Trouwens, sterrenkunde is ook een zeer frustrerende sport. En als je met zo'n kijker dingen wilt zien, dan komt er altijd weer bewolking op en zo. En daarom leer ik dat ook niet. Ik heb zelf geen telescoop en er is niets van. En iets meer van de theoretische kant. Ik wil jullie graag meenemen met een reis door het heelal. Ik weet niet wat jullie kennis is van sterrenkunde. Dus ik doe maar net of jullie niks weten. Ik zou het heel plezierig vinden, we zijn toch in een klein gezelschap. Dat kan best dat jullie veel vragen stellen. Dan krijgen we een beetje heen en weer en gedoe en zo. Leuker dan zo'n bam in de show. Op de, hoe is dat? Ja,